ik had dus tegen mezelf en heel veel andere mensen gezegd dat ik dit jaar geen packs meer zou openen. Maar we wisten stiekem eigenlijk allemaal al dat dat niet waar was. Yo, de mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer wat pakketjes openen en squad building challenges doen. Want je zag net al, ik was wat squad building challenges aan het doen. Pack de Team of the Season Walker als onverhandelbaar kaartje. Maar ik had ze normale, dus die kon ik in mijn team zetten en die andere kon ik verkopen voor 250.000 coins. Dat is top. Want zoals jullie weten heb ik een heel duur team gemaakt. En dat dure team was eerst 9 miljoen coins. En dat is nu al 1,6 miljoen coins gezakt. Kon je eigenlijk al aanzien komen en aanvoelen komen dat dat ging gebeuren. Omdat die spelers gewoon heel veel meer gepackt zouden gingen worden. En ik was ongeduldig en zo. En uiteindelijk maakte het ook niet zoveel uit. Waar ik wel van baalde is dat ik voor dat hele team mijn hele club heb verkocht en heb geleegd. Ja, dat resulteerde in heel veel duizenden muntjes. Maar die spelers werden door die squad building challenges, waarvoor je een 83 weder team moet hebben, heel veel meer waard. Ik heb een paar foute beslissingen genomen en dat probeer ik nu recht te zetten door wat pakketjes te openen. Dat gaan we dus ook voorlopig doen. Een blauw duimpje op deze video zou super tof zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik verwacht niet dat we heel veel goede spelers gaan packen, omdat mijn packluck gewoon de laatste tijd eigenlijk heel erg slecht is. Maar je weet het niet. Misschien zit er in een van deze pakketjes een goede speler verstopt. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik krijg alle subs gewoon of alle video's gewoon in je subbox. En ik hoop dat wij vandaag iets gaan packen dat oké is. Want dit soort spelers, ja, die kan ik gewoon allemaal discarden. Omdat je er toch niks aan hebt. Het kan ook zijn natuurlijk dat we helemaal niks packen. En dat we gewoon direct over moeten gaan op die squad building challenges. Want ja, hier, we packen mezelf. Raoul, maar die heeft ook een team of the season. Alleen die zijn niet meer in packs. Dat is ook het lastige nu. Nu is het team van het toernooi, team of the season. Of EA team of the season, team of the season. Dus dat zijn zeg maar de beste van de voorgaande weken. Minus een paar beste. Nine Golan zit er volgens mij niet ook in. Ik heb nog een paar andere spelers. Higuain zag ik volgens mij ook niet zitten. Kan zijn dat ik blind was. Maar wel spelers zoals Messi en Ronaldo. En een aantal andere jongens van de bankzitters gingen dus gisteren pakketjes openmaken afgelopen weekend. En die kregen wel heel veel goede spelers. Dus misschien dat ze wat makkelijker te packen zijn. Dat EA denkt, zit een theorie achter. Oké, FIFA is nu dood. Dit is het laatste moment waarop we wat muntjes kunnen verdienen. En hoe willen we dat doen? Door geld te verdienen. Door mensen even te pushen om goede pakketjes te openen. Maar zoals jullie nu kunnen zien, aan mijn pakketjes, ja, oké. We zijn al bijna op de helft. En nog steeds geen teken van een groter dan een klein sterretje. Ik baal eigenlijk nu al van deze keuze die ik heb gemaakt. Dat blijkt gewoon nu al een goede, of tenminste, een goede keuze voor je, maar een slechte keuze voor mij te zijn. Gewoon weer geen 80 rated. Dat is waardeloos. Alleen maar kleine sterretjes. Ik opende dit zodat ik mijn club weer een beetje kan spekken en daar die grote, dure spelers in kan krijgen. Oeh, we pakken een zilveren. Een Japanse keeper. Dat is het beste wat we tot nu toe gepakt hebben. En zelfs die kan gewoon gediscard worden. Oké. Zeven pakketjes over. Oké, kleine dingen. Alles lager dan 80. Ik hoor iets dat 4 keer duurder is. Klein. Kijk, 2 van 80. Let's go strijders. Wat gaan we lekker. 2 ultimate packs zitten erin. Weet je wat? Die gaan we gewoon openen. En daar zit toch weer geen walkout in. Want ik heb er net ook een paar geopend. En dat moet je gewoon niet doen. Draxler. Ja, wel voor die squad building challenge prima. Maar dan ben je wel gewoon in één keer al die... Ja, weet je, het is ook allemaal gezegend. Dit zijn wel 80 raids. Oh, Bayi. Nee. Oh, kut. Ik discard Bayi. Je moet ook altijd checken of er nog iets is. Kom op. In deze. Yes, een walkout. Het kan van alles zijn, maar ik denk dat het gewoon normaal is. Een Ribéry of zo, inderdaad. Normaal dingetje. Spanje, dat is dan Jordi Alba. Nee, oh, Fabregas. Oeh, daar hebben we allemaal een hekel aan als we die packen natuurlijk. Maar er zaten nog wel een paar andere grote bij. Huppakee, paar 84. Ja, wel een walkout gepakt. Nou, nog een paar van die promo packs, nog 5. Gaan we dat redden? Volgens mij gaan we dat net niet, of net wel redden. Mijn rekenen is op dit moment eventjes niet on point. Weer een 80 weder speler die we kunnen inleveren straks. En dan, ik schrok heel even. En dan, hey, groot sterretje uit deze pakketten. Yes. Dan is het toch echt klaar met de pret. En een 83, let's go. Wat ik me bedenk, hè. We kunnen uit die Squad Builder Challenge dingen, kan er nog Mauro Icardi gepakt worden. Is nog een mogelijkheid. Dat is de enige manier waarop ik die nog kan packen. De kans is natuurlijk heel klein en niet echt aanwezig. Maar het kan wel. Het is een mogelijkheid, kleine. En dan het laatste van deze. Huppakee, Jack in the Box. Geen... Wel een groot sterretje weer. Dat is Otamend. Nee, een Garay van Valencia. Prima. Mag ook opgeruimd worden. Untradable. Team of the Season speler. We hebben net 1 walkout gepakt. Dat was Fabregas. Was geen drol waard.
Maar wie weet kunnen we net als de vorige keer met Kyle Walker wel weer een walkout uit de untradable pakken. De kans is heel klein, maar we gaan het proberen en we krijgen geen walkout. Dus dat betekent dat het ongeacht wat het ook is, het gewoon echt dikke kak is. Het is Roger van Levant. En dan hebben we die twee Team of the Seasons die ik net al had gepakt en die Roger, die ik ook net had gepakt, weer ingeleverd voor een tradable Team of the Season speler. 3 squadbuilding challenges gedaan. Eentje Kyle Walker, 2 untradables. Maar uiteindelijk hebben we daardoor wel maar winst. Kom op. Yes, big ballers. Oké, we hebben een walkout. Kan nog steeds van alles zijn. Het is altijd een grote ster bij die. Italië, is dat Mexico? Oh, Moreno. Die is ook echt helemaal geen rol waard. 89, ik weet het. Ja, die is 30k vanwege de squadbuilding challenges. Nou, die gaan we even op de transferlist zetten. En dan ga ik er heel erg spijt van krijgen. Maar we gaan deze 10 ook nog openmaken met FIFA points. Ik weet eigenlijk dat ze best wel slecht zijn. Maar er zitten wel gewoon heel veel rare items in. Dus dat is chill. En we krijgen gelijk in de eerste walkout. Het zou wat zijn als wij een Team of the Season en een hele grote andere flair pakken. Oké, dit kan interessant zijn. België. Wie gaat dat zijn? Linksbuiten. Oh mijn god. Oh mijn god. Yo. Hey, hij is heel goed. Hij is heel goed. Dat weet ik wel heel zeker dat hij heel goed is. En er zat nog een andere grote flair in. En oké, een Alessandrini. Maar ik weet zeker dat Hazard een hele goede speler is. Die 1 miljoen kost. Duimpie. Kijk, dan kan je linksom, kan je rechtsom. Maar dan ben ik uiteindelijk gewoon wel blij dat ik toch nog eventjes een paar pakketjes... We krijgen weer een inform. Dat ik toch nog wel een paar pakketjes... Hey, David Villa. Dat ik toch nog wel een paar pakketjes heb geopend. Want Hazard 98 is de beste speler die ik dit jaar heb gepakt. Ik dacht misschien... Ik wist helemaal niet welke Belgen er allemaal nog meer erin zaten. Maar hey. Hartstikke mooi. Zo, hè. Dat is even een opluchting. Dat is heel even lekker meegenomen. Een paarse. Een hero. En weer die Mexicanen die we net dus ook al hadden gepakt. Elia, wat de contracten. Iets anders. Die wil ik wel en de rest discarden we. Nou, dan heeft Ome Roelie in ieder geval weer wat coins. Want die Hazard kunnen we dus verkopen voor ongeveer 1 miljoen. Is gewoon lekker meegenomen. En de laatste dan. Dan gaan we squadbuilding challenges doen. En ik wil in ieder geval voor die Hazard dat jullie een duimpje omhoog achterlaten. En abonneren als je dat niet hebt gedaan. Want het echte werk, Hazard is leuk, gaat nu beginnen. Want we gaan Mauro Icardi packen, jongens. Ik voel het. Draai een keer in het rond. Stamp met je voeten op de grond. Zwaai die armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Spring nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Chaka, Team of the Week speler. Onverhandelbaar, maar dat maakt niet uit. Want het wordt een shit speler. En die stoppen we dan weer in die andere die wel verhandelbaar is. En dan krijgen we Mauro Icardi, ondanks dat ik die nooit ga verkopen. Team van de Week speler. Het is weer een walkout. Wat gaat het zijn? Toornstra. Jens Toornstra. Dat zou ook niet leuk zijn. Kom op. Engels, weer, niet Walker, niet weer... Oh, Polen. Oh, Piszczek. Ik dacht even, dat zal toch niet Lewandowski zijn of zo, hè? Piszczek, oké, 91 respect. Weer een hele goede speler. Alleen, hij is dus onverhandelbaar. En ik ga hem niet gebruiken. Hoe duur is hij? Als ik hem, zeg maar... Ja, hij is 300k. Hij is 300k. Maar we gaan hem wel inleveren, want ik ga hem niet gebruiken. Ik heb Kyle Walker al. Piszczek, daar kan ik niks mee. Huppakee, kijk, dit is lekker. Moreno, Piszczek... Piszczek die 100k gaan we inleveren. Nogmaals, als je er niks mee gaat doen, heb je er ook helemaal niks aan in je club. Het is een onwijs goed kaartje. Maar ja, ik heb geen Bundesliga team en dan ga ik ook niet bouwen. En nu hebben we wel weer eentje die verhandelbaar is. Kom op, wees een walkout. Ah, man, daar bleef ik van hangen, maar het was geen walkout. Kunnen we wel weer gebruiken. Het is hoe heet die ook weer? Lindelof? Ja, Lindelof. 87 rated. Gaan we gewoon inleveren. Hatse flats. Die Lindelof hebben we al. Nu krijgen we nog een Team of the Season speler die dan untradable is. En die gaan we inleveren. En dan is het klaar. Want dan denk ik niet dat het weer gaat lukken. Het is wederom geen walkout. Dus dat is mooi. Het is toch onverhandelbaar. Dus er loopt hem niks mis. Het is Elia. Goeie speler. Heb ik zelf ook wel eens gebruikt met het Team of the Season Eredivisie team. Weer een Eredivisie speler weliswaar. Die gaan we gewoon lekker inleveren. En dan is het klaar. Dan is het afgelopen. Oké, Elia. Jij bent het laatste puzzeltje van deze Squad Building Challenge. Zo dan, huppakee, genoeg teamgeest. Jij wordt bedankt voor het kijken. Na alle pack openings het afgelopen jaar. Ik durf nu wel met zekerheid te zeggen dat ik waarschijnlijk geen pack opening meer ga doen. Maar je weet het maar nooit. We hebben geen Icardi gepackt, Team of the Season. Is heel erg jammer.
Vandaag dus wel lekker afgesloten met een 98. Team of the season. Hazard. We gaan deze pack openen. Het is een walkout. Een blauw duimpje nogmaals als je het niet hebt gedaan. Het is een grote flare, maar dat is het altijd. Het is Italiaans weer. Niet Donnarumma. Het is weer die Mexicanen. Jongen, ik heb geen zin in taco's.